Hoe een avondje blowen uitloopt op een gruwelijke moordpartij. Dat werd vandaag duidelijk in de Utrechtse rechtbank. De 29-jarige verdachte van de moord op Karel Vrede vertelt zijn verhaal aan de rechter. De 53-jarige Karel Vrede wordt vorig jaar eind september doodgevonden in zijn huis in Amersfoort. Het is sindsdien een zaak vol met mysteries, maar vandaag is er meer duidelijk geworden. Martin de Wit, die was bij de rechtszitting. Martin, hoe is die moord nou in zijn werk gegaan? Ja, het blijft een beetje onduidelijk, maar we moeten afgaan op wat de verdachte daarover zegt. En hij zegt dat het eigenlijk een hele onbeduidende ruzie was in het begin. En dat hij plotseling een hamer zag liggen en die heeft hij gebruikt. Hij heeft het slachtoffer 5 keer heel hard op zijn hoofd geslagen. En hoe zo'n ruzietje zo uit de hand kan lopen, om dat te begrijpen, daarvoor moet je iets meer weten over de achtergrond van deze twee mensen. Dit is het huis waar het allemaal is gebeurd. Het huis van Karel Vrede aan de Lieve Vrouwenstraat. Karel Vrede was een begrip in de Amersfoortse binnenstad, met zijn rasta haar en bondsgekleurde kleding. Sinds 1,5 jaar had Karel contact met de man die hem later zou vermoorden. Ze rookten samen vaak een joint, maar daar bleef het niet bij. Ook drank en cocaïne werden hier volop gebruikt. Op 24 augustus 2008 zaten de twee hier ook, ladderzat en bedwelmd, totdat ze ruzie kregen. Ja, een ruzie dus, maar om iemand te vermoorden, dan moet er toch echt wel meer aan de hand zijn, lijkt me. Ja, dat denkt het Openbaar Ministerie ook. Ze hebben ook een beetje het idee dat de verdachte een beetje een rolletje aan het spelen is. En dat het misschien allemaal wel te doen was om het geld van het slachtoffer. Nou, grote onzin, dat zegt de advocaat van de verdachte. Want zijn cliënt is daar veel te slim voor. Als hij al de man had willen overvallen, dan had hij het wel een stuk handiger gedaan. Hij heeft het huis achtergelaten vol bewijsstukken. Een briefje met zijn eigen naam, een telefoonnummer lag op de tafel. Kostbaarheden, sieraden zijn blijven liggen. Ook de telefoon van het slachtoffer is gevonden. Dus het is echt pardoes een gebeuren geweest van iemand die niet intelligent bezig is geweest. Laat maar zo zeggen. Ja, het OM eiste vandaag 14 jaar tegen de man. Een opluchting voor de familie van Karel Vrede, lijkt me. Ja, ik heb ze even gesproken na de zitting en ze waren inderdaad erg blij en opgelucht inderdaad. Officier van justitie kwam wel na de zaak nog even naar ze toe lopen om te zeggen van jongens, het is een eis, het is nog niet de straf. Want de rechtbank moet er dan nog over beslissen. Martin, nog een opvallend detail in de zaak, ook tamelijk gruwelijk. Het slachtoffer is inmiddels begraven, maar zonder zijn hoofd. Hoe zit dat? Het Openbaar Ministerie ziet dat hoofd als een heel belangrijk onderzoekstuk in de zaak. Het is heel belangrijk dat dat goed onderzocht wordt. En daarom is dat altijd nog in beslag gehouden door het Openbaar Ministerie. Maar dat is bijzonder pijnlijk voor de familie van het slachtoffer. Ze zijn heel religieus en voor hun is de begrafenis gewoon niet compleet op dit moment. Nou heeft de officier van justitie wel tegen de familie gezegd dat na de uitspraak dat ze dan zo snel mogelijk dat hoofd krijgen, zodat er toch nog een normale begrafenis kan komen. Ja, de uitspraak is dus over 2 weken en dan horen we meer. Dankjewel, Martin de Wit.